Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag op Straat. Vandaag gaan we aan de mensen vragen of ze het RTL TV debat gaan volgen, ondanks dat het op carnavalszondag wordt uitgezonden. Nou, carnaval vieren, dat is zeker niet de bedoeling. En of ik naar een debat ga kijken, dan moet ik eerst kijken wanneer dat zou moeten zijn. Ik blijf gewoon thuis. Maar ik ga naar de kerk en dan ga ik naar huis. Ik denk dat ik gewoon carnaval ga vieren. Nou, als ze willen kijken, dan moeten ze gewoon kijken. Een beetje dom. Daar alleen voor het zuiden dan. Nou, zijn slimmere dingen denkbaar. Dat lijkt mij wel. Ik bedoel, hoeveel mensen gaan er dan kijken? Hè? Dat is, kan je je afvragen. Ik weet niet. Misschien niet zo heel handig, omdat ze anders meer kijkers zouden kunnen trekken of zo. Ik vind het niet storend, maar ik bedoel, waarom zou je op die dag die debatten uitvoeren? Ik vraag me toch wel af wat er allemaal uit gaat komen bij die politieke partijen. Ik heb er niet zo echt veel vertrouwen in. Ja, dat is wel jammer. Dat het op een carnavalsdag op tv uitgezonden wordt. Ja, ik denk dat de meeste mensen dan niet kijken, want die zijn lekker aan het carnavallen. Breda Nu. Je weet het meteen.